uitdagingen gesproken, Jill. Vanavond is er weer een crisisberaad van het kabinet. Ja, wat gaan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie doen om die onvrede die uit de verkiezingsuitslag sprak, ja, tegen te gaan, na de Provinciale Statenverkiezingen dus. Nadat ze dinsdagavond al 4 uur lang met elkaar hebben overlegd, is er vanavond weer een overleg en in de Telegraaf deze ochtend een analyse. Kabinet zoekt antwoord op grote zegen BBB en de coalitie schuift op stikstofdoel, want ja, dat is het grote breekpunt, hè. Alle coalitiepartijen voelen dat er naar aanleiding van die verkiezingsuitslag iets geschoven moet worden op dat stikstofdossier. Maar hoe dan precies? Ja, daar verschillen de meningen over. Iedere partij heeft zijn eigen belangen en zorgen. En de Telegraaf schrijft dat zelfs bronnen binnen D66 nu zeggen dat 2030 niet meer heilig is als het gaat om het halveren van de stikstofuitstoot. Nou, hoe reageert die achterban dan bijvoorbeeld? Zullen dingen zijn waar ze achter de schermen over nadenken en misschien wel over praten. Maar ze voelen er in ieder geval wel dat ze eruit moeten gaan komen, hè? Want BBB ligt op de loer als er nieuwe verkiezingen zijn. En daarbij ook, ja, wordt het land ook moeilijk bestuurd als er even geen kabinet is. Nou, vanavond dus verdere gesprekken over wie bereid is te schuiven. En morgen gaat er dan een brief naar de Tweede Kamer. Of daar dan heel concrete dingen in staan, ja, dat is de vraag, waarschijnlijk niet. Nee, het kabinet probeert dus uit te vogelen waar die onvrede vandaan komt. We kunnen deze ochtend een artikel in het AD lezen met u, waarin u eigenlijk zegt, ik had het antwoord op die vraag al wel eerder kunnen geven. Wat is het antwoord op die vraag? Ja, nou ja, ik denk dat we hebben een aantal keer een publicatie uitgebracht over het vertrouwen van de Nederlandse burger in de politiek. Mm-hmm. En in die publicatie laten we heel erg zien dat burgers zich aan de ene kant zorgen maken over de vraag of de politiek wel in staat is om de grote problemen van vandaag op te lossen. Ze zien dat de politiek problemen naar voren schuift. Ze wijzen ook op de aardbevingen in Groningen en de traagheid en het onvermogen van het kabinet om de problemen van de Groningers op te lossen. Mm-hmm. Ze verwijzen naar de kindertoeslagenaffaire. Dus dat zijn voor hen allemaal voorbeelden waaruit blijkt dat de politiek niet goed in staat is om de problemen aan te pakken. Yeah. En daarnaast, en misschien is dat nog wel ernstiger, zie je ook dat ze twijfelen aan de intenties van politici en ook soms het gevoel hebben dat Den Haag alleen met zichzelf bezig is en veel te weinig met de problemen van mensen. En wat we ook zien is, de samenleving is natuurlijk sterk of steeds diverser geworden. Mm-hmm. En je ziet ook wel dat sommige mensen zich niet gezien en minder gerepresenteerd voelen dan anderen. Ja. Omdat de politiek het ook lastig vindt om in een samenleving waarin mensen van elkaar verschillen met beleid te komen, dat ook tegemoet komt aan die verschillen. Ja, maar u geeft nu een heel rijtje met allemaal oorzaken. Dan denk ik, u bent een organisatie wat het kabinet al 50 jaar adviseert. Luisteren ze niet naar u? Nou ja, het kabinet luistert soms wel en soms niet. En deze waarschuwingen die we, denk ik, vrij stevig zijn gaan afgeven sinds eind vorig jaar. Daarvan hebben we natuurlijk in eerste instantie niet gezien dat daar heel zwaar iets mee gedaan werd. Op dit moment zie je wel dat vorige week ook door het kabinet een aantal keren verwezen is naar onze publicaties. Ja. Maar denkt u dat stiekem niet van had het even iets eerder gedaan? Nou ja, er is natuurlijk de lijn van de kennis en er is de lijn van de politieke dynamiek. Het is niet aan ons om de besluiten te nemen. Het is aan ons om te adviseren. Dat is op zich wel handig ook.